Hallo. Hoe heet je van je voornaam? Peter. Peter Donkersloot in de kring met kunst die niet klassiek is, niet modern is, wel figuratief. Hoe noem je je kunst? Nou, ze noemden het gisteren postmodern. Dat vind ik altijd wel mooi. Postmodern. Heb ik opgezocht in het woordenboek. Dat is het wel, ja. Dat betekent eclectisch. Alles van een beetje door elkaar. Het is dus eigenlijk... Het heeft wel een klassieke inslag, hè, mijn werk. Zeker wat je dus nu ziet achter mij, geloof ik. Ja, als je... Dat doet me een beetje aan. Ja, dan zien we het. Zie je? Dus het Nederlandse landschap. In de stijl van de oude meesters van de Haagse school. Maar dan dus in deze... Want ik zie geen rood lampje branden. Dat zou wel moeten namelijk. Oh, kijk, het is toch... Verdomme zin. Het gaat heel goed. Zie je, de technologie gaat hartstikke goed. Het gaat heel goed gaan. Ja, want dit is... Waarom de kring? Ik ben nu een jaar lid en ik zag dat hier kunst kon hangen. En het rare is dat daar dus niet zo heel veel animo voor was. Want er was, toen ik het vroeg, toen kon dat gewoon binnen 3 maanden. En het is ook niet, ja, volgens mij, ik heb ook wel wat verkocht gisteren. Dus het is niet echt zo'n kunstenaarssociëteit waar arme kunstenaars komen. Er zijn heel veel mensen lid tegenwoordig die helemaal geen kunstenaar zijn, maar in de media zitten. Juist. Zoals televisie maken. Ja. Ja, kijk, ik heb een galerie in de PC Hoofdstraat. Ik weet niet of je dat weet. En die mensen die daar komen, komen hier niet. En mensen die hier komen, komen daar niet. Dus het leek me wel een aardig idee. Ik ben niet zo'n internationale jongen. Het gaat allemaal binnen een straal van een paar kilometer in Amsterdam. Moet het zich afspelen voor mij. Toch is de manier waarop je schildert, zou ik zeggen, die zou het in Amerika heel goed doen. Want het is herkenbaar, het is expressief, het is kleurig. Het past, zoals iemand zou zeggen, in een modern interieur. Ja, nou, als jij me wil vertegenwoordigen in Amerika, graag. Ik heb daar de puf niet voor. Ik moet alleen maar schilderen. Maar misschien dat het wel gebeurt, hoor. Dat het, dan moet er een Amerikaan hier komen en het meenemen. Want ik ga daar niet, zelf achteraan. Maar de galerie is dat eigenlijk wel verplicht. Het gebeurt langzaam wel, hoor. We hebben al een... hoe heet die kunstenaar nou? Nou, ik weet even niet. Maar een Amerikaanse kunstenaar heeft al wat meegenomen van mij naar Amerika. Maar het gaat hier ook best en ik hoef geen Jaguars en zo. Het gaat best. Wat kost zo'n werk waar we hier bijvoorbeeld voor zitten? Oh, dat weet ik niet eens. Ik denk 7.500 gulden. Of misschien 6.500. Zoiets, die prijsklasse. En de grootste zijn 9.000. En is er doontje is er gisteren verkocht. Maar dat, de helft wordt gebart, dat geloof ik. Ja, ik bemoei me niet met de poen, hoor. Dat doet de galerie. Dat hoort ook niet als kunstenaar. Maar wat je wel, ik zie dat je wat... expressieve portretten hebt gedaan. Doe je dat in opdracht ook? Doe ik ook in opdracht, ja. Ja, maar dit zijn dus natuurlijk geen opdrachten. Dit is vrij werk. Als ik een portret maak zonder dat ik daar een opdracht voor heb, dan schilder ik meestal mijn helden. En dat gaat van David Bowie tot Jagger, Oscar Wilde hebben we daar, Rembrandt en wat hier allemaal hangt. Monet hangt daar. Monet herken ik hier achter ook wel een beetje. Wat vind je zo aantrekkelijk aan die man met zijn bloemige sfeerbeelden? Herken je dat in dat schilderij, Monet? Ja. Oh nee, ik had het over het portret Monet, hoor. Daar is een, Monet is niet een van mijn grote voorbeelden, nee. Het zijn juist die somberheid van de Haagse schoollandschappen. Die bestaan uit eigenlijk maar alleen uit groen, grijs en bruin en zwart, zeg maar. Dat spreekt me enorm aan. Zo schilderde ik vroeger, 10 jaar geleden, dat is mijn vroeger. Maar dat verkoopt dus helemaal niet. Dus daar kan ik net zo goed mee stoppen, want dat vinden mensen zo somber. Die stonden huilen. Er is er van de week een veiling geweest in Sotheby's van Leidse school en Haagse school. En daar is heel goed verkocht. Ja, maar die mensen die kopen het om de belegging, denk ik, hoor. Of om de naam, dat weet ik niet. Maar als ze diep in hun hart kijken, dan is het hun smaak vaak niet, hoor. Weet ik ook niet, mag ik niet over oordelen. Maar als ik het niet zo dat het toch wel iets typisch Nederlands is in die penseelvoering en die donkere kleuren en die altijd indrukwekkende luchten van die Haagse scholers? Nou ja, als het typisch Nederlands is, dan komt dat natuurlijk omdat het hier gewoon kleurloos is in Nederland. Kijk nu eens naar buiten, je ziet geen kleur. Hier binnen zijn de kleuren, buiten is het grijs. En als het bewolkt is, dat leer je op de kunstacademie, dan zijn er geen kleuren. En dat... Daarom is de Haagse school zo natuurgetrouw natuurlijk. Hè? En Monet, een Fransman, daar zijn wel kleuren. Dat zie je ook. Dus zo logisch is het, denk ik. Heb je het gevoel dat we aan het eind van deze eeuw terugkeren naar het figuratieve? Naar het wat we eigenlijk ook dus met die Haagse school en de Leidse school van eind vorige eeuw hadden. Terug naar het simpele. Schilder wat je ziet en wat je voelt.
Ja, ik denk zo min mogelijk na bij het schilderen. Ja, dus ik, als ik een plaat van Bowie opzet of een cd en ik word daar weer helemaal geil van, dan ga ik hem schilderen. En als ik hem schilder, schilder ik hem zo mooi mogelijk. Ik ben een mooimaker. Ik maak hem mooier dan die te fotograferen is. Maar dat wordt niet bij nagedacht. Dat doe ik gewoon. Dat zit in me. Ik kom ook uit de reclame, hè. Dus daar leer je wel om dingen mooier te maken dan ze zijn. Want dan verkoop je ook goed. Oké, dankjewel. Was het dat? Oh, heel goed.